Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik aardbeienplantjes planten. Ik heb deze aardbeienplantjes zelf gestekt. Ik heb wel eens een video gemaakt vorig jaar van hoe je de aardbeienplantjes moet stekken. Die zie je hier. Het stekken, dat maken dus die aardbeien, komen die uitlopers, stekken die. En dan krijg je dus van die kleine plantjes en die kan je dus op een gegeven moment uitplanten naar andere plekken. Ik heb dus die bakken daar staan en daar zitten dus al die aardbeien in. En die zijn nu al 2 jaar oud en aardbeienplanten kunnen ongeveer 3 jaar oud worden. Want het eerste jaar geeft niets voor aardbeien, het tweede en derde jaar wel. Dus volgend jaar heb ik nog aardbeien, maar dan laat ik dus al die uitlopers, laat ik dus allemaal groeien. En dan zet ik daar dus weer potjes neer, zodat ik weer nieuwe stekjes krijg. En dan kan ik die plantjes die ik nu heb eruit halen en deze weer daarvoor in de plaats zetten. Maar deze plantjes die ga ik in de bak neerzetten. En dan heb ik nog meer aardbeien, maar dan ook nog eens op verschillende plekken. Ik heb deze bak heb ik dus al helemaal, heb ik al voeding en alles ingedaan. Die voeding die ik altijd gebruikt heb. En ik heb dus ook helemaal losgemaakt die grond, dus dat is ook helemaal top. Ik zet dit plantje erin. Dus waar ik mee begin is, ik maak een mooi gat. Mooi in het midden. Ik doe even toch dit plantje. Wissel ik hem even op. Want deze heb ik er net uitgehaald, dus die heeft dan nog iets meer tijd nodig. Dus dan zet ik deze erin. En zorg dat je het plantje net zo diep plant, zo diep die in het potje zat. Dus niet dieper. Dan kijk je eventjes hoe diep het ongeveer is zo. Dus een beetje los alles. Kijk. En zo maak ik een beetje los. Zorg dat je even de grond een beetje omheen vrij maakt. En dan een beetje mooi alles omheen mooi losmaken. Een beetje aanduwen. Zodat hij mooi in contact komt met de bodem. En dan is dit het al. En dan is het alleen van belang om nog een beetje water te geven. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan strooi ik er nog even wat omheen. En dan hoef ik alleen nog maar het zijlabeltje erbij. En dat is het alweer. Kijk. Corona. Laatste plaats. Ja, daar ben ik weer. Ik ga nu het tweede vak met aardbeien doen. En dan ga ik nu even planten. Ik heb er ook al voeding en alles doorheen gewerkt. Ik maak even een mooi gat. En dan pak ik het plantje, net zoals de vorige. Eerst stopt hem gewoon weer net zo diep als hij in het potje zat. Zo, hoppakee. Soms is het een beetje gevaarlijk met zulke potjes, want er zit nog niet zo super veel wortels aan. Hij is wel doorgeworteld, maar niet helemaal volledig grond geworteld. Dus daar moet je altijd een beetje mee uitkijken. Een beetje te veel grond doe ik even hier naartoe. Een beetje aanduwen aan alle kanten. Zo. En daar zit het kleine plantje dan. Weer een beetje water geven. En groei maar. Dit was alweer de video van het planten van de aardbeien. Het was super makkelijk en hartstikke leuk. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Klik dan ook nog gelijk even op het belletje. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. Ik film trouwens nu met een camera. En ik neem het geluid op via een microfoontje. Dus ik hoop dat ik ook wat beter verstaan ben. En dat de kwaliteit ook wat beter is. Zet dan dat ook even in de reacties. Ik ben hartstikke benieuwd. En dan zie ik jullie weer over 2 weken. Doei doei!